Het wordt tijd dat het eens gezag wordt. Gissen met de politieke, ja. Lekker ga je in de ballenbak. Gissen met de politieke, ja. Lekker worden van de harde. Wat is dan het antwoord, soort gevrouw? Ik zal geen ja of nee zeggen. Ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat de burger, we hadden het net over het punt, voel je je hier thuis, vind je hier wat je wil vinden als mens. En dat betekent dat er wat meer naar de mens geluisterd moet worden en dat er niet over de mens heen geregeerd moet worden. Ik denk dat er in de afgelopen jaren, en ik ben er eigenlijk ook met Begoos, nogal wat zaken verkeerd zijn gegaan. Niet alles is er gelijk geen fout, hè, want ze zeggen altijd, ja, Raven is altijd negatief. Dat is niet zo. We hebben in een straal van 25 kilometer hebben we bijvoorbeeld de beste voetbalster van de wereld, Lieke Martens. We hebben de beste autocoureur van de wereld, Max Verstappen. We hebben de beste wielrenner van de wereld, Tom Dumoulin. En we hebben ook nog de beste orkestleider van de wereld, André Rieu, in een straal van 25 kilometer, ongeveer als trotse Limburger, maar ook trotse Sittard-Geleidenaars met zin. Maar over het gemeentebestuur, daar kunnen we best wel over discussiëren. Ze hebben veel dingen goed gedaan, maar ze hebben er nog meer fout gedaan. En daar moet echt verandering in komen. Nou, we hebben te maken met klimaatverandering op wereldschaal, maar dat is bijna niks vergeleken met de klimaatverandering die hier in Sittard-Geleen moet plaatsvinden. Zoals het nu gaat, hebben we eigenlijk regenten die aan de macht zijn en wij willen dat er feitelijk op een fatsoenlijke wijze wordt samengewerkt. Oppositie met coalitie, raad met college, burgers met raad, burgers met college. Wij vinden gewoon dat er veel meer moet samengewerkt worden en dat de raad de baas blijft, maar de burgers een hele grote stem moeten hebben. Er moet verbeterd worden de mate waarin inwoners, bedrijven en instellingen vroegtijdig bij de processen en de inhoud betrokken worden. Dat moet beter. Dat hebben we een aantal keren gedaan. Er zijn goede voorbeelden van. De tuinman is zo'n voorbeeld wat Leo Geijlen heeft gedaan. Maar er zijn ook andere voorbeelden die goed gaan. Maar dat moeten we permanent onderdeel worden van onze beleid. Daar heb je ambtenaren voor nodig die op een andere manier aan denken. Daar heb je ook bestuurders voor nodig die samen met de mensen deze dingen ontwikkelen. Nou ja, ik benoemde het zojuist al. En we zien het ook de laatste tijd in de uitzendingen van Nieuwsuur. En je hoort het uit de ontevredenheid van mensen, bijvoorbeeld op social media. Mensen moeten vertrouwen terugkrijgen in de politiek. En het gaat dus niet 1, 2, 3 lukken. Het zal weer barstig zijn, maar we moeten er echt voor gaan. Ja, dat denk ik wel. Ik ben nieuwe lijsttrekker voor PvdA, zoals ik al had genoemd. Ik zit dus nu niet in de gemeenteraad. Maar er zijn me natuurlijk wel heel veel dingen opgevallen toen ik begon met het proces om lijsttrekker te worden. En dat is dat er in de gemeenteraad veel over... Het is heel zwart-wit. Je bent voor of tegen, je bent oppositie of coalitie. En dat is niet goed voor een gezonde democratie. En dat is echt waar ik zelf ook een verandering in wil brengen. En je moet iedere keer als er nieuwe inzichten zijn, moet je daar gewoon naar durven kijken. En moet je een besluit durven heroverwegen. En je moet vooral openstaan. Openstaan voor de bevolking, openstaan voor nieuwe geluiden, openstaan tussen oppositie en coalitie. En daar wil ik echt mijn steentje aan bij gaan dragen in de volgende periode. En je natuurlijk moet veranderen. Dat begint op 21 maart, dat de burger zich uit kan spreken en een nieuw bestuur kan kiezen. Nou, dat is al een verandering voor politiek klimaat. Wij doen niet voor niks mee. We willen daadwerkelijk dat er minder regenten komen, dat er meer naar de burger geluisterd wordt. En dat is een hele grote verandering van het politieke klimaat. Die burger daadwerkelijk een stem teruggeven. Het is toch van de zotte dat als mensen een referendum aanvragen en dat er in die ivoren toren hierachter gezegd wordt, nee, want misschien zit die uitslag ons niet goed. Ja, dat kan niet. Doe dat nou gewoon wel. Luister naar die burger. Dat is de belangrijkste omslag van politiek klimaat. En dan gaan we ook afkomen van die regenten die op meerdere lijsten staan, die overal maar staan om hun stemmetjes te halen, om maar op hun plus te kunnen blijven zitten. Kom maar eens weer luisteren naar die burger en ga maar eens weer daarvoor besturen. Het is natuurlijk, laat ik zeggen, een rode draad van ontevredenheid. Ik vind van de andere kant, als je wilt trappen, dan moet je bij een voetbalclub gaan. Maar je moet proberen je standpunten duidelijk te maken en vooral met samenwerking tot een resultaat te komen. En ik vind dat te zeer naar elkaar geschopt wordt. Ik vind dat er een cultuur is, ja, waar ook met de vinger gewezen wordt. Je hebt natuurlijk heel veel mensen die van partij gewisseld zijn. Op die manier hebben de mensen ook geen vertrouwen meer in de politiek. Nou, als je dat herstelt, als je de sfeer en de cultuur anders maakt, dan kom je tot resultaten. En dat vind ik een heel belangrijke. Absoluut. Want je ziet toch dat mensen zich verongelijkt voelen en niet serieus genomen voelen. En ik denk dat wij daar allemaal met z'n allen, alle partijen taken hebben.
Gelukkig krijgen we een heel nieuw raadssysteem, waarbij ook veel meer burgers betrokken worden. Want ik denk dat we daar nog met z'n allen een stapje in kunnen bereiken. Nou, wat ik persoonlijk vind is dat het echt samenwerking verbeterd moet worden. Als ik zie hoe de partijen met elkaar omgaan, dan zou het echt wel mijn streven zijn om beter samen te werken. Zowel coalitie als oppositie om een gedragen besluiten te krijgen. En er is altijd een verschil tussen oppositie en coalitie voeren. Maar ik zou echt wel vinden, of ik vind ook echt, dat die samenwerking stukken beter moet. Wat ons betreft is dat een open deur. Ja, er moet zeker wat veranderen aan de machtspolitiek zoals die nu uitgevoerd wordt. Ik heb al eens gezegd, er zijn verschillende manieren om de burger te betrekken en dicht bij de burger te zijn. Nou, dit college kiest ervoor om over de burger heen te walsen. Dan ben je ook dicht bij de burger. Dat is niet de manier zoals de SP dat wil doen. Wij vinden inderdaad dat je de burgers serieus moet nemen en alle burgers stellen mee. Ongeacht afkomst of inkomen. Je moet de burger vroegtijdig betrekken bij projecten. Dus naar de burger toe gaan, vragen wat zij willen, vragen wat zij vinden dan dat de beste oplossing zou zijn voor problemen of initiatieven die de gemeente wil nemen.